Puur Sap is een vereniging die 22 jaar geleden is opgericht om nou eens niet alleen blij spelen en kluchten te gaan doen, maar ook het serieuzere theater, de thrillers, et cetera. En eigenlijk voor iedereen om eens te leren, wat is het nou? Kan ik er wat mee? Heb ik er wat aan? En hoe leuk vind ik dat? En waar repeteren jullie zoal? Nou, we hebben een volwassen groep in Hengelo op de maandagavond. En we hebben in Almelo zelf hebben wij twee groepen. Een jongere groep vanaf 17 jaar. Die begint om 6:30 in de Schelf in Almelo. En om 8:00 begint de volwassen groep. Kun je mij ook vertellen in hoeverre het ROC bij jullie Puur Sap Theater is betrokken? Wij krijgen elk jaar stagiaires van hen. Dit jaar hebben we er zelfs 11. Zowel van sociaal-cultureel werk, maar de meeste komen van Podiumacademie, uitstroomacteur. En sommige komen nog van andere opleidingen. Maar we zijn daar heel blij mee, want zonder hen kennen we niet. En in hoeverre werken die mee aan de voorstellingen? Zij moeten bij verschillende voorstellingen, bij de een achter de schermen werken en bij een aantal andere moeten ze voor de schermen, dus op het podium. En vanavond zie je bijvoorbeeld dat er heel veel gaan spelen. Een dag ging ze zich omkleden. Ze deed als eerste haar broekje uit. Luister maatje, ik hoef helemaal niks en ik hoef dit zeker niet te pikken. Welke rol ga jij spelen? Ik speel de rol van McMurphy. En dan gaan we kijken hoe we de zuster het leven zuur kunnen maken. En dat gaat jou lukken? Ja, dat durf ik met alle zekerheid te zeggen. Ik wil er zelfs nog wel wat geld op inzetten. Maar ja, we gaan ons best doen. En hoe was het voor jou om te horen dat jij deze rol mocht spelen? Ja, het was voor mij eigenlijk een soort doel geworden. Er was eigenlijk geen andere rol voor mij weggelegd. Dit was de rol die het moest worden. En ik heb de film een paar jaar geleden gezien. En ja, het was eigenlijk op mijn lijf geschreven. En toen was het alleen maar hopen en duimen dat ik hem kreeg. En ja, hier staan we dan. Dat was allemaal een beetje anders, Billy. Volgens je moeder was het een sloerie die alleen maar uit was op jullie geld. Hoe is het voor jou om die rol te spelen? En was je er blij mee dat je die kreeg? Nou, ik vind het heel leuk om zo'n rol te doen, want ik ben van mezelf best wel vrolijk. Dus het is interessant om een ander soort gevoel te spelen. Maar ik vind het wel heel leuk om een beetje arrogant en bozer en grotere emoties te spelen. Dus ik denk dat dat dan wel goed bij me past, zeg maar. En die McMurphy, kun je hem aan of gaat het mis? Ja, makkie. McMurphy, makkelijk aan. McMurphy, gaat u het bezoek nog voorstellen? Nou, dit is nou mijn moeder! Jongens. Ik sta nu bij een jongen die vanavond de rol van de stotteraar mag vertolken. Gaat jou dat lukken vanavond? Ja, ik zou zeggen, dan moet hij het gaan komen kijken. Dan komt hij er vanzelf achter of het gaat lukken. Maar u hoeft het haar niet te vertellen, zuster. Oh, ik hoef het haar niet te vertellen. Nee, vertel het niet tegen mijn moeder, alsjeblieft. Ik ben zelf als stagiaire bij Puur Sap terechtgekomen. En ik denk dat dat nu zo'n 8 jaar geleden is. En op het moment dat ik stagiaire werd bij Puur Sap, was de jongere groep ook bezig met Koekoeksnest. En eigenlijk was ik toen wel stiekem een beetje jaloers dat ze dit stuk aan het spelen waren. Want ik vind het een heel mooi stuk, heel spannend stuk. En ja, dat is eigenlijk wel een beetje de reden waarom ik dit stuk ook gekozen heb. Of wij dit stuk hebben gekozen voor deze jongere groep. Want dan is het cirkeltje toch weer een beetje rond op een bepaalde manier.